De werkgelegenheid in Suriname is op dit moment divers, zegt minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in gesprek met onze nieuwsdienst. Het viel op dat er momenteel veel vacatures zijn en dat er veel mensen op sociale media klagen dat ze geen werk kunnen vinden. De bewindsman zegt hierop dat het meer gaat om een mismatch en dat het ministerie eraan werkt om dit weg te werken. En daarom ook dat we in ons nieuw geformuleerd arbeidsmarktbeleid hebben opgenomen dat we gaan kijken naar deze mismatch tussen onderwijs en het arbeidsveld. Omdat we ervoor moeten zorgen dat het geëlimineerd wordt, zodat onderwijs toch wel die personen, die afgestudeerden aanbiedt, die werkgevers nodig hebben om in hun bedrijven te werken. Dus het heeft prioriteit. Het is opgenomen in ons middellang arbeidsmarktbeleid, welke in 2022 is geadopteerd. En vanaf dit jaar gaan we dan dit beleid dan volop implementeren. Dat werkgevers vragen naar jarenlange ervaring in hun vacatures is vaak de oorzaak dat zij geen geschikte kandidaten kunnen vinden. Daarnaast spelen ook andere factoren mee waarbij personen naar specifieke banen uitkijken, meent McAndrew. Maar we hebben ook gemerkt dat mensen die jaren ervaring hebben aangeven dat ze geen job kunnen vinden. We hebben ook gezien dat mensen die jarenlange ervaring hebben een job aangeboden krijgen, maar die toch niet accepteren. Dus er speelt wat dat mensen veranderende aspiraties hebben. Bepaalde soort werkzaamheden willen ze niet meer doen. En we moeten ook kijken inderdaad naar mensen die net uit de schoolbanken komen, net afgestudeerd zijn. Want zij gaan inderdaad nog niet de benodigde ervaring hebben. Maar we moeten ze die gelegenheid bieden om die ervaring op te doen. Zodat ze ook een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Maar ook zodat ze ook kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. En weet u toevallig ook hoe het staat met arbeidsbemiddeling van het ministerie die mensen ook probeert te plaatsen op plekken? Er is gewoon een digitale databank gebouwd worden. Hoe staat het daarmee? We zijn nog bezig met de vacaturebank om dat op te zetten. We moeten nu naar de tweede fase toe gaan. Maar toen ik zo net aangaf dat we hebben gemerkt dat mensen jobs krijgen aangeboden, maar niet accepteren, refereerde ik naar feedback welke ik heb gehad van de afdeling directe bemiddeling. Het ministerie blijft eraan werken om de kloof te dichten en elke werkzoekende aan een baan te helpen. De bewindsman hoopt dat de samenleving weet dat iedereen een tweede kans heeft om een baan te krijgen of om een eigen onderneming te starten.